Goedemorgen. Jongens, een tijdje terug werd ik opgebeld door een journalist. En die vroeg of ik op de lijst stond van Leefbaar Rotterdam onder Pim Fortuyn. Ik was geschokt. Onder Pim Fortuyn? Hoezo? Oké, ik praat zo plat als een Rotterdams dubbeltje. Ik loop er qua kleding bij als een lellebel. En ik heb natuurlijk een windhoos op mijn kop. Maar daar kan Fortuyn toch niet aan tippen. Ik besloot maar eens beter op te gaan letten wat hij eigenlijk zei op de inhoud van zijn woorden. Nou, bij de eerste toespraak kreeg ik er al kippenvel van. En na de tweede was ik lichamelijk en geestelijk totaal frigide. Het was maar goed dat Gerard van der Velde in die tijd vaak op tv aan het schaatsen was, want anders had ik mijn hele binnenboel meteen kunnen sluiten. Toch zegt Fortuyn niet veel anders dan wat wij allemaal zeggen als we 's ochtends de deur uitstappen en je portiek blijkt ondergekotst te zijn, je auto weer is opengebroken en je buurvrouw van 83 wordt voor je ogen omvergereden door een scootertje en van haar pensioentje beroofd door een 7-jarig meisje. Dan roep je ook doldriest en driftig dat het zo niet verder kan en dat er iets moet gebeuren, kan niet schelen wat. Maar voordat iemand gaat brallen, gaat een normaal mens neemt dan even een hap adem, stapt over de kots heen en raapt zijn buurvrouw op. En dat doet Pim Fortuyn nou juist niet. Die braakt er nog eens extra zijn gal overheen en loopt te stoken. Mijn moeder zei vroeger altijd, je mag niet stoken in een gelukkig huwelijk. Maar met al die 169 nationaliteiten waar wij in Rotterdam mee samenwonen, daar zijn we niet eens mee getrouwd. We hebben eigenlijk nog maar net en heel pril verkering. En dan dien je daar een beetje behoedzaam mee om te gaan. En niet zoals Pim Fortuyn doet, een portie van bovenaf gestuurde haat overheen te gooien. Ik verdom het in ieder geval om de mensen waar ik mee werk en waar ik mee woon af te gaan maken op afkomst. Ik weet niet wat je krijgt als je Pim Fortuyn kruist met een olifant. Waarschijnlijk een professor van 3000 kilo die zich laat naaien voor een zak pinda's. Ja, dat doet hij wel. Want Pim Fortuyn heeft gezegd dat als bedrijven zijn partij maar geld geven, dat ze dat aan de regelgeving zullen merken zodra hij aan de macht is. En dat is niet eens de achterkamertjespolitiek waar hij zelf van zegt dat hij er een hekel aan heeft. Dat is openlijk corrupt. Jongens, toe. Laat het ketelbinkje gevoel weer eens bij je boven komen. En gooi die Pim Fortuyn 1, 2, 3 in godsnaam overboord. Dag, ik was Carrie. Aldus, Rotterdamse Carrie over Pim. Het is bijna 8 uur en we zijn zometeen graag weer terug met Caro.